Natuurkunde, HAVO-examen 2019, nummer 1, opgave 4, oude horloges. Oké, heel verhaal. In de jaren 60 en 70, horloge bij 18. Nou, deze is een vraag die is eigenlijk, dit is gratis puntjes. Hoe noemt men de frequentie waarmee de stemvork trilt naar aanslaan? Ik ga hem niet eens antwoorden. Dit is eigen frequentie of resonantiefrequentie, de grondtoon. Grondfrequentie. Je moet dus echt dat woord frequentie of toon, grondtoon mag ook, maar je moet echt een frequentie erin, dan heb je één punt te pakken. Even kijken. Dan gaan we naar de volgende. Ja. Die hebben we gedaan. Op de uitwerkbijlage zie je een oscillogram, met andere woorden een diagram waar je dus een trilling in hebt. En hierin is de uitwijking uitgezet tegen de tijd. En dan gaan we dus zo'n hokje bekijken. Eén zo'n hokje, of zo'n div, staat voor 1,0 milliseconden. En de mens die kan horen van 20 hertz tot 20.000 hertz. En toon met behulp van dit ding hier zo. Ik mocht ook schrijven met dit ding, mocht je zo aantonen. Of de toon van de stemvork in het hoorbare gebied ligt. Oké, een aantal dingetjes die we moeten opschrijven. We zeggen dus één hokje. Eén hokje is dus gelijk. Tijd van één hokje is dus gelijk aan 1. En ik doe gelijk keer 10 tot de min derde seconde. En hoorbaar is dus 20 tot 20, 1, 2, 3 hertz. En de vraag is eigenlijk, ligt dat zeg maar erin. Wat gaan we doen? We gaan dit dingetje pakken. En we gaan de tijd van één zo'n trilling pakken. Maar niet alleen van één trilling. We gaan bijvoorbeeld van hier naar daar. Dat is één trilling. Dan gaan we naar daar. Dat is twee trillingen. Dat zijn drie trillingen. Waarom drie trillingen? Dat is een heel stuk nauwkeuriger. Dus eventjes kijken als je dit zo gaat doen. We zien dus dat er per hokje 1, 2, 3, 4, 5. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 10 hokjes. En we zien dat deze hier zo, als we dit zo allemaal zo gaan bekijken. Hier zijn de vier streepjes die niet meedoen. Daar zijn de vier streepjes. Dus in totaal zitten we dus op, even nadenken. Ik heb het opgeschreven, 42 streepjes. Nou, met die 42 streepjes en drie trillingen gaan we dus de T van één trilling. Eén tril gaan we doen. En dan zeggen we T is 1 gedeeld door F. En F is dus 1 gedeeld door T. En dan zeggen we van nou ja, als F dus ligt tussen die 20 en de 20.000... En dat is eigenlijk de vraag en dan hebben we het antwoord. Nou, we zien dus 42 trillingen. We gaan hier zo kijken. 42, dat komt overeen hier zo. 42 streepjes. 42 streepjes. Dat is gelijk aan, ik weet het nog niet. Zoveel seconden. Dan zeggen we van, ik weet dat 5 van die streepjes die we hier hebben, 5 streepjes. Dat komt dus overeen met 1 keer 10 tot de min derde seconde. We gaan kruislinks vermenigvuldigen. Dan komt hier dus uit dat 3 trillingen is 0,084 seconden. Let op, 3 trillingen. Dus 1T is dus gelijk aan dus die 0,0084 gedeeld door 3. En dan komen we uit op 0,0028 seconden. Nou, deze gaan we nu gebruiken om F te berekenen. We zeggen F is dus 1 gedeeld door T, is dus in dit geval 1 gedeeld door 0,0028. En als we dat uitrekenen, dan komen we uit op 357,14 hertz. Of ik zeg, nou dat is dus 3,6
keer 10 tot de tweede hertz. Nou, en dan ga ik kijken, zeg maar, nou, dat is kleiner dan die 20.000 hertz. En dat is groter dan die 20 hertz. En het is een toon aan, dus we hebben het al aangetoond. En dan zeggen we dus als het ware, dus frequentie in hoorbaar gebied. Nou, zo hebben we hem helemaal netjes afgemaakt. Gaan we even kijken hoe het precies werkt. Nou, je ziet dat ze ook uitkomen bij die 2,8. Je moet dat bepalen, die marge. Je gebruikt FS1 gedeeld door T en je hebt de juiste conclusie. Dus met andere woorden, je moet wel een conclusie trekken. Je moet dus echt dat zinnetje met een duswoordje doen. Er is nog een andere manier en dat komt allemaal op precies hetzelfde uit. Dan gaan we naar nummertje 20. De NASA die wil deze techniek gaan gebruiken voor die klokken in de ruimtevaart en een stemvork. Een stemvork kun je beschouwen als een massaveersysteem. Dat is een interessant stukje informatie. Het heeft een constante, een bepaalde veerconstante. Dat verandert allemaal niet, C. En voor de nauwkeurigheid van de klok is het belangrijk dat de trillingstijd van het stemvork heel constant is. We gaan de ruimte in. We gaan even kijken. Leg dat uit. Of we rekening moeten houden met een andere trillingstijd in de ruimte dan op aarde. We zeggen C is constant. Constant. We hebben dus maken met een massa veersysteem. Allemaal belangrijke info. Want waarom is dat belangrijk? Dit moet trouwens een M zijn. Want als ik hem massaveersysteem heb, dan weet ik dat de trillingstijd is gelijk aan 2 pi wortel m gedeeld door c. Oké, okay. Dus bedenk je dit. Het ding dat gaat dus in een raket, gaat hij zo de lucht in, zo hoppakee. En nou, we zagen al dat de trillingstijd blijft hetzelfde als c hetzelfde is. Oké, okay. Dat is zo. Maar wat gebeurt er met de m als we naar de ruimte gaan? Wordt die anders? Even kijken, ik weet dat op de aarde de fz verandert. Of tenminste, bij de fz is het is dan m keer g. En op de maan, dat is dan 9,81. Op de maan zou fz, die zou dus kleiner zijn, is m keer. En dan was het, die g was daar, dacht ik, iets van 1,666. Maar die massa, die blijft gewoon hetzelfde. Als je met een raket naar de maan gaat en je neemt een pak M&M's mee, dan heb je op de aarde evenveel M&M's als dat je op de maan zit. Dus die massa die verandert niet. Dus de massa staat voor het hoeveelheid spul. Dus deze is ook constant. Dus M en C constant. Dus T ook constant. En hebben we dan de vraag, leg uit of NASA voor de stemvork in deze klok rekening moet houden met een andere trillingstijd. En als laatste, dus NASA hoeft geen rekening te houden met een andere trillingstijd. Jee, nou even checken of dat waar is. Even kijken wat zegt. Een massaveersysteem hangt T alleen maar af van M. M is onafhankelijk van de plaats. Denk maar aan die M&M's. Je moet dat dus zien. Dan heb je één punt te pakken en een juiste en een consequente conclusie voor T. Dan heb je twee punten te pakken. Yes. Een nieuwe ontwikkeling had te maken met de afleesbaarheid van die horloges. De wijzergetallen werden dus met een bepaald stofje, promethium 147 en zinksulfide geverfd, zodat die gingen oplichten.
Nou, je snapt al dat promethium, dat is een hartstikke radioactieve isotoop. We zien hier staan dat hij alleen beta uitstraalt. Dus we hoeven niet eens te gaan naar Binas tabel 25 of zoiets. We hoeven alleen maar de vervalreactie te doen. Het enige wat we nog wel moeten doen is hoeveel protonen zitten er in dit spulletje. En dat weet ik. En dat is namelijk, ik heb natuurlijk van tevoren even opgezocht, dat zijn er 61. En deze stof die schrijf je als PM. 61. Dus deze informatie had je kunnen opzoeken met ofwel de Binas 25. Ofwel met die allerlaatste die helemaal, is dat 100 of zo of 99? Even kijken. Ja, 99 is dat. Of 99. En we weten dat er 147 boven staat, want dat is de massa. En op dit ogenblik gaan we dus die vergelijking, verval. Verval betekent dat we maar één ding aan de linkerkant van de pijl hebben staan. En dan gaat de dikke pijl. We weten ook dat er een beta uitkomt. En een beta mag je opschrijven als een E0-1. Of je mag gewoon zeggen, joh, je hebt het over beta, dus ik schrijf dit zo op. En we hebben dus een radioactief verval. En dan gaan we hier dus een dochterkern krijgen. En als ik met beta werk, is dat natuurlijk precies dezelfde dochterkern. Even kijken, we gaan het oude trucje van 147 is gelijk aan 147 plus 0. We gaan even alles gelijk maken. 61 is min 1 plus 62. En dat zou hier precies hetzelfde zijn. Alleen de beta is een E geworden en de E is een beta geworden. Nou, dan gaan we toch weer kijken in 99 of 25. Wat komt er dan uit? Dat is de SM. En SM, dat hoef je niet op te schrijven, maar voor de liefhebbers, dat is samarium. Ik heb het gisteren nog gekocht bij het Kruidvat. Geen idee wat het is. De drie punten. Hey, die is lekker man. Drie punten. Alleen beta-deeltje als vervaldeeltje rechts van de pijl. Dus als je gamma en alfa of weet ik veel wat, dan had je deze punt, dit punt niet. SM, rechts van de pijl, moet dan wel via de kloppende atoomnummers. En het aantal nucleonen, dus met andere woorden, als ik hier zo 147, dan moet 147 plus 0 zijn, 61, 62 plus min 1. Dus het moet niet zo zijn dat die ineens 63 of iets anders komt. Dat was hem. Dan gaan we naar 22. De wijzers zijn ook röntgenstraling uit. En deze is niet afkomstig van het promethium. De behuizing van het horloge is gemaakt van ijzer. Ioniserend vermogen van beta-straling is groter dan dat van röntgenstraling. Toch blijkt röntgenstraling voor de pols van de drager van het horloge een groter risico dan de beta-straling. En dat moet je uitleggen. We zeggen dus van, oké. Het ioniserend vermogen van beta is dus groter dan ioniserend vermogen van die, ik noem het maar X-ray. X-ray en röntgen is hetzelfde. Hoe komt het? Hoe komt dit? Dit is zeg maar groter gevaar, zeg maar X, groter gevaar. Voor pols. Het is gewoon weer tekst verklaren. Waar het woordje dit of dat of zus en zo. Je moet even checken in de tekst waar dat precies op staat. Hoe? Hoe kan dat? Nou, we weten dus als we zo het spectrum pakken, dan hebben we hier dus zichtbaar licht, zeg maar. Hier hebben we radio. En hier hebben we X-ray. En hier hebben we gamma. En we weten van deze stralen, dat is licht, dat zijn fotonen. En die fotonen die hebben een hartstikke groot doordringend vermogen. Daarom gebruiken we het ook om dwars door onze armen en benen te kijken als we iets gebroken hebben. Dus doordringend vermogen
vermogen van zeg maar die X-ray is dan weer groter dan dat van de beta. Oké. Dus die X-ray komt wel door kast heen, door ijzer van kast, van horlogekast. En kan ja. En daarom weer een daarom een conclusie wordt daarom oké. Nou, even checken voor de puntjes. Inzicht tot doordringend vermogen van beta-straling kleiner is, of die andere dan groter is. Conclusie dat de röntgenstraling wel door de wand heen doordringt en beta-straling niet. Ka-ching! Daar zijn weer twee punten te verdienen. Oké. De wijzer zendt. Oh, dat hadden we al gedaan. Leg uit hoe dat komt. Dat is die vorige vraag. De röntgenstraling heeft een energie van 0,05 mega-elektronvolt per foton. De dikte van het ijzer aan de achterkant van het horloge is 1,47 mm. En dan zegt ze van, omcirkel in de tabel. En dit is de tabel uit de uitwerkbijlage. Hoeveel procent van de röntgenstraling de achterkant van het horloge doorlaat? En licht je antwoord toe. Oké, je kunt nu zeggen van, weet je, ik ga even gokken, ik doe iets en dan ga ik dat toelichten. Maar je kunt ook zeggen van, ik ga gewoon hier een berekening doen. En dan ga ik vervolgens kijken van, waar komt die waarde in uit. Dat moesten we weten. Dus de E van de foton is gelijk aan 0,05 mega elektronvolt. En de dikte is gelijk, zoek hem even op. Is 1,47 millimeter. Mijn voorkeur is om gelijk op pakket te zetten. Gewoon in meters. En dan ben je overal gelijk van af. Gelijk. Keer 10 tot de min derde meter. Oké, wacht eens even. Dus hoe gaan we dit aanpakken? Hoe? BINAS. We gaan BINAS gebruiken. BINAS. Welke BINAS? Weet je weinig plekje, jongens. 28F. En 28F, dat ziet er allemaal zo gezellig uit. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Maar, dan zien we dus dat zeg maar de D, de halveringsdikte, is gelijk aan, ik moet het er even bij pakken, 0,049, en let nu goed op, want er staat hier dat die halveringsdikte in centimeter, dus dit is centimeter. Hier hebben we meter, daar hebben we centimeter, dus dit moeten we ook eventjes op 0,049 keer 10 tot de min tweede meter moeten we dat neerzetten. Oké, we willen nu weten hoe vaak halveert dat ding. Oké, dan komen we waarschijnlijk op dat percentage uit. We gaan dus kijken, ik heb dus, die kennen we, hè, zeg maar als n. Als n is gelijk aan die 1,47 keer 10 tot de min derde. En dat gaan we delen door die 0,049 keer 10 tot de min tweede. Gebruik bijvoorbeeld de EXP-knop als je de Casio hebt. Als je de Casio hebt, heb je daarentegen deze hier zo. Gebruik alsjeblieft je haakjes, want anders krijg je iets heel geks. Hier komt namelijk gewoon uit 3. Hij halveert gewoon 3 keer. Nou, dan kun je dus gaan werken met I is I0 keer een half keer de N. Dat kun je doen. Nou, dat gaat hier eigenlijk om, hè. Dan kun je invullen een tweede tot de derde macht. Of je mag ook zeggen van hij gaat 1 keer halveren. Hij begint met 100%. Dan gaat hij naar 50%.
Dat is één keer. Dan gaat hij naar 25%. Dat is de tweede keer. En dan gaat hij nog een keer naar midden. En dat is mijn derde keer. Dus we hebben te maken met 12,5%. Dat komt hier ook uit hoor. En dan ga ik kijken van, nou, 12,5% die zit daartussen. Als je het niet zeker weet en je zegt, nou, ik moet het toch toelichten. Dan zeggen we van, nou, eerste vakje. Want, en dan gaan we gewoon wiskundetaal doen, want dat begrijpt elke natuurkundedocent ook. 0 is kleiner dan die 12,5%. En 12,5% is weer kleiner dan 20%. Dus hij hoort hier te staan. We gaan even voor de puntjes, even kijken. Ja, 0 tot 20. En je moet dus opzoeken deze halveringsdikte, aantal halveringen. En dan heb je de juiste conclusie. Hier is de methode van uitwerking. En dan zie je hier dat het over binas gaat. En kennelijk is er nog een ander tabellenboek, dat is Science Data. En ja, weet je, onze school werkt daar niet mee, maar ik heb hem er gewoon bijgezet. Dan gaan we bij 24 kijken. Volgens mij is dit de laatste. En het is ook eentje gelijk van 5 puntjes. 5 puntjes betekent dat je sowieso, kun je de 1 of 2 of 3, hè, misschien dat je het moeilijk vindt, maar je kunt zo altijd wel een paar scoren. Dat is altijd leuk. Heel veel informatie, massa van 25 gram, 25 röntgenfotonen per seconde, gedurende 1 jaar, stralingsweefactor, gelijk aan 1, en de dosislimiet is dat. En soms moet je ook nog eens een keer wat informatie van hier of van daar hebben. Dus ik heb het allemaal opgeschreven en nu ga ik even flink aan het schrijven hoor. Even al mijn informatie opschrijven. Zeker bij 5 puntjes. Massa is 75 gram. Gram heb ik niks aan. Dat is 75 keer 10 tot de min derde kilogram. Altijd in de juiste eenheden gaan werken. We hebben te maken met 1 jaar. Oké, misschien is dat ook wel interesting. Dat was 365 dagen keer 24 uur keer 60 keer 60. Is gelijk aan een Joekel-getal. 3, 1, 5, 6 en dan 1, 2, 3 nulletjes. Seconden, want we moeten weer in seconden werken. We hebben dus 25 fotonen per seconde hebben we. En we weten dat de energie van één foton is, wat is dat? 0,05 mega elektronvolt. Maar dat ga ik opschrijven in joule natuurlijk. Ik hou alleen van joule. Dus 0,05. Nou weet ik dat mega is gelijk aan 10 tot de zesde. En dat moet ik dan weer gaan vermenigvuldigen met die 1,602. Want ik wil elektronvolt omzetten in joule. Keer 10 tot de min 19e. En dat is dan weer gelijk aan een superleuk getal. 8,01 keer 10 tot de min 15e. Joule. En er is nog een ander dingetje. De weegfactor van de radiation, WR, is gelijk aan 1. En wat was er? De H. De jaarlijkse dosislimiet. Dat is equivalente dosis, de H. Limiet. Die was 1. En dit was gelijk aan 50 keer 10 tot de min derde cijfer. Dus dit is allemaal hele, hele relevante informatie. Wat gaan we doen? Dit lijkt me wel heel handig om dat even op te schrijven. Oké, ik ga eerst mijn energie van een jaar ga ik doen.
Want ik weet dat als ik mijn energie van een jaar heb, dan kan ik mijn dosis kan ik opschrijven. En mijn dosis is gelijk aan, even kijken, ja, energie van een jaar. Waarom een jaar? Omdat we hier de jaarlijkse dosislimiet moeten doen. Energie van een jaar gedeeld door de massa. En dan gaan we dus de equivalente dosis gaan we uitrekenen. En dat is niks anders dan de weegfactor van de straling keer de dosis. En dan komt dus een waarde uit en die gaan we dus checken ten opzichte van deze hier, 50 keer 10 tot de min derde sievert. Dit is in gray en dit was in sievert. Oké, één jaar. En één jaar hebben we dus heel veel secondes. We hebben 25 fotonen per seconde. En één foton heeft zoveel energie. Dus we gaan dus 25 fotonen per seconde keer 3, 1, 5, 6, 1, 2, 3 seconden. Keer dus de energie per seconde is 8,01 keer 10 tot de min 15e. En dat geeft me in zijn totaliteit, weet niet in mijn hoofd, gek hè. Dat geeft mij 6,31508 4 keer 10 tot de min 6e. Eigenlijk kreeg ik gewoon 6, 3, 1, 5 en geen komma erin. Maar ik heb gewoon stiekem de knop ENG gebruikt. En dan geeft hij een suggestie van hoe die hem zo uitrekenen met een 10 tot de zoveelste. Oké, de dosis. Dat is niks anders dan die 6,31 bla 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 keer 10 tot de min 6e. Die ga ik delen door de massa 75 keer 10 tot de min 3e. Vergeet je haakjes niet met je Texas en anders de EXP knop. Hier komt uit dat we 8,4201,12 keer 10 tot de min 5e. Oh jongens, hier moet ik natuurlijk Joule neerzetten. En hier moet ik natuurlijk QA neerzetten. En hier doen we, dat is 1 keer die 8,4. Bla 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 keer 10 tot de min 5e. En dan wat hier uitkomt is precies hetzelfde, maar dan heet het ineens sievert. Nou, ik ga dus. En dus dit is 8,4 en dan kunnen we even kijken hoe zat het met de significantie ook weer. Oh, die 75, dat waren er maar 2. 1 jaar, dat zijn heel veel dagen. Even kijken, was dit 0,05 of was dat... Oeh, we hebben maar een 1 significant getal. Dus deze mag gewoon weg. 8 keer 10. Tot de min 5e sievert. Dat is het antwoord. Nou, dan hebben we 8,4 keer 10 tot de min 5e sievert. En we hebben de jaarlijkse dosislimiet. En dat is 50 keer 10 tot de min 3e sievert. Nou, welke is groter? Welke is kleiner? Nou, min 5 is altijd kleiner dan min 3. En hiermee toon aan. Het is een toon aan of. Hè, dus we moeten dat nog even zeggen. Dus. De H. Uit het horloge. De equivalente dosis. Horloge. Blijft onder. De. Limiet. Nou, dit is een mooie afronding van het vraagstuk. En dan, nou, we kunnen even kijken. Hoe krijg je de punten inzicht dat de energie gelijk is aan het aantal geabsorbeerde fotonen maal de energie van een foton? Het omrekenen naar joule. Gebruik maken van deze twee formules. Dan de secondes van een jaar. En dan een
goede conclusie. Je mag ook de andere kant op rekenen trouwens. Er zijn mensen die dat doen, die dan uiteindelijk gaan uitrekenen van hoeveel energie je moet hebben. Uitgaande van de dosislimiet. En dan zie je dus dat je veel meer energie mag hebben. Dit was dan opgave 4, oude horloges. Heb je vragen over dit examen of andere vragen? Schrijf dat in een reactie en dan kan ik daar ook een uitlegvideootje van maken. Blijf even hangen, sowieso gaat die zo in de volgende van de playlist. Maar blijf even hangen en dan zie je een aantal suggesties die jou wellicht zullen interesseren. Tot de volgende uitleg.